De sloop van de Matrix is begonnen. Op de plek van de voormalige discotheek komt een uitbreiding van de naastgelegen McDonald's. In het zogenaamde McCafé moeten naast burgers ook koffie en taart te krijgen zijn. Daarnaast komt er extra parkeergelegenheid. De Matrix kon de laatste jaren niet meer rekenen op grote bezoekersaantallen. Daarom werd per 1 januari 2015 de huur opgezegd. Ook opvolger Monte Carlo kreeg het niet meer van de grond. Burgemeester Bruls besloot de club in juni 2016 een half jaar te sluiten na verschillende vechtpartijen. Een aangestoken brand deed de uitbater daarna de das om.